Cultuurondernemer Fred Fitzjames heeft afgelopen zondag in Rotterdam, Nederland, met de boodschap: het wordt tijd dat we elkaar supporten in 2020, zijn jaarkalender 2020 uitgegeven. Sam Jones was aanwezig bij de presentatie van de Fred Cultuur Shop jaarkalender 2020 en brengt u het volgend verslag. Op een feestelijk versierde tafel werd de jaarkalender 2020 van Fred Cultuurshop in Rotterdam onthuld. De gunfactor is het thema dit jaar. En dat thema werd ingevuld bij de presentatie van de jaarkalender door ondernemende Afro-Surinaamse vrouwen. Zoals Urmi Meynals, voor wie elkaar iets gunnen heel belangrijk is. Mijn moeder heeft me altijd geleerd: zorg dat je diploma hebt gehaald, zorg dat je huis hebt, zorg dat je independent bent. Maar zorg ook dat je het ander gunt. Waarom? Omdat als je een ander gunt, krijg je ook terug. En dat doe ik ook in mijn zaak. Soms doe ik ook dingen, niet dat het standaard is, maar als ik zie dat iemand even een beetje krapje zit, dan geef ik een kortingje. Waarom zou dat niet kunnen? Meynals heeft een wervingsbureau en een schoonheidssalon. Krabbenmentaliteit, daar hebben deze vrouwen niets mee, zegt Leona Plein. Ze is arbeidsdeskundige en ontwerpt onder haar naam Anouel moderne sieraden. Je kan zelf omhoog krabben, je kan er in je eentje uitkomen en dan sta je alleen op die berg en dan is het heel eenzaam. En hoe meer mensen er samen uitkomen, hoe meer kracht, hoe meer eenheid. En die kracht straalt ook af van de nieuwe kalender, waarop onder andere Monique Hiewat en haar dochter Sanaya Karamat staan. Een hele mooie kalender geworden. Ja, ik sta er samen op met mijn dochter. Dus een beetje ook de jonge generatie ook een beetje bij betrokken. Dus het is een hele mooie kalender geworden. Hoe belangrijk is het om erop te staan? Het is vooral heel erg leuk om erop te staan. Omdat, zoals je ziet, dit heb ik zelf gemaakt met de stof uit de winkel van meneer Fred. En de sieraden van Anouel. Dus het is een hele mooie combinatie van allerlei mooie dingen die erop staan. De opbrengst van de verkoop van de kalender, die hier in Fred Cultuurshop gepresenteerd is, gaat naar een landbouwproject in Suriname van Ramon Lond. Fred Fitzjames. Wat me ontzettend aansprak is het feit dat hij zegt van: luister, ik ben bezig met jongeren die eigenlijk aan de rand van de samenleving zijn beland en met die wil ik bezig zijn. Zelf heb ik heel veel werk gedaan dus met jongeren, onderwijs, verenigingswerk en noem maar op. En vooral waar het gaat om jongeren in Suriname. Hiermee kan je zien dat er een bepaalde samenwerking is ontstaan vanuit meneer Fitzjames, vanuit Anouel, vanuit mij in bijzonder en vanuit mijn andere collega's. En dat heeft dit gebracht. En dat kan alleen maar inspireren. Ik hoop dat ze zien hoe prachtig ze zijn. Prachtig en sterk. Want dat is ook hetgeen wat de dame die de sieraden draagt op de foto in mijn perceptie uitstraalt. De kracht en het feit dat ze het met haar dochter doet. En waar we het net over hebben gehad. Van op het moment dat je zelfverzekerd bent en in je kracht staat. Hè, dat is iets wat we moeten overdragen. Later een langere reportage. Een reportage vanuit Rotterdam was dit van verslaggever Sam Jones. Hij was aanwezig bij de presentatie van de Fred Cultuurshop jaarkalender 2020.